Tadaa! Ik heb hem eigenlijk 2 maanden geleden gewoon zo neergezet. Ik ben heel benieuwd of die, start. En dan rest ons alleen nog een bucketlist voor 23. Zo, alle vogelpoepen eraf. Goed dat je kijkt, Drivers Dream kijkers, bij de allerlaatste video van dit jaar van 2022. Een jaaroverzicht. We gaan alles met je doornemen, alle beelden nog een keer laten zien. Wat was de leukste video? Wat vonden jullie de leukste video? Mijn hoogtepunten. Wat vond ik de leukste? En op autogebied is er nogal wat gebeurd, want precies een jaar geleden werd deze toegevoegd aan de garage. En daarna is er nog wel wat meer gevolgd. Nou, daar gaan we het allemaal over hebben dit jaar. Dus welkom bij de laatste video van 2022. Draai dat ding eens om. En de GURP is natuurlijk ook bij. Ook jouw hoogtepunten en dieptepunten. Hè? Naast het werken met mij natuurlijk. Het absolute dieptepunt. Nogmaals, welkom bij het jaaroverzicht 22 met vlekken op de lens. Laatste file van 2022 en wij staan erin. Toch knap. Maar goed, welkom aan boord van de Range Rover Sport SVR. Die hebben jullie denk ik wel een paar keer voorbij zien komen. Zeker aan het begin van het jaar. In januari 2022 kocht ik deze Range Rover Sport. Hiervoor heb ik meerdere Range Rover Sports ook gehad. Altijd diesels. Fijne reisauto. Alleen, ik dacht inderdaad een jaar geleden, ik ga iets doms doen. En ik koop de allerdomste Range Rover Sport die je kunt kopen als je veel kilometers rijdt, de SVR. V8 Supercharged, 575 pk. En ja, ik heb er nu gewoon bijna 40.000 kilometer mee gereden. In 1 jaar. Reken zelf maar even hoe vaak ik dus aan de pomp heb gestaan met de 98 slang in mijn handen. Maar ik heb er redelijk wat benzine doorheen gebrand. En de eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen, de meeste kilometers zijn natuurlijk gewoon domme kilometers. Dat is dit, de A27 in de file, de A1, de A2, de A4, weet ik veel waar ik allemaal heen rijd. Heb je dan 575 pk nodig? Nee, natuurlijk niet. Dus in die zin ben ik daar eigenlijk wel een beetje op teruggekomen dat ik denk van ja, voor de normale kilometers is een diesel of een simpelere auto prima. En is dit eigenlijk best wel overdreven. Dus wees niet verbaasd als ergens begin 2023 de SVR exit gaat. Is het dan geen fijne auto? Ja, natuurlijk wel. Wat hebben we ermee gedaan? Ik had hem 2 dagen geloof ik in mijn bezit en toen zijn we hop met deze auto naar de Arctic, naar de Noordkaap gegaan. De Arctic Tour 2022 met Cars & Business. Dat we met 25 auto's, en dat waren SUV's, maar ook Thijs met de M5 CS, Danny met de Lambo. Allemaal gekke auto's door de sneeuw en ijs naar de Noordkaap. En ik had deze SVR bij me. Ah, dat was een goed begin van het jaar. Niet vastgezeten met de SVR. We hebben wel dom gedaan, maar ook weer niet zo dom. Er was dus een bevroren meer. En zo'n beetje elke fin in een wijde omtrek van 10 kilometer, die zei, don't go on the ice. It's not trustable and there is snow and you cannot go on the ice. Nou, dat zeg je natuurlijk tegen stelletje eigenwijze Hollanders. Dus wat doen die? Die gaan allemaal het ijs op. En allemaal stonden ze vast. Dit gaat knap hoor, let op. Grootste tegenvaller. Alle auto's zijn natuurlijk leuk. We hebben ergens met die Jeep Gladiator. Dat was een beetje een zelfbouwpakket met 6 wielen. Lookalike van de Mercedes G6x6. Dat ging natuurlijk niet hard. Het was ook niet spannend. En het was leuk bedacht.
Maar het was nou niet iets waar ik nou met hele rode oortjes en koontjes van terugkwam. Of dacht van wauw. En in de zin van, ja, dat was eigenlijk al de titel, hè, van de auto. De meest nutteloze hybride. Dat is eigenlijk die AMG GT, die hybrid. En dat ding heeft gewoon 843 pk. Dus in principe kan dat nooit tegenvallen. Maar ja, het was ook niet een auto waarvan ik zelf zoiets had. Ja, het gaat heel hard rechtuit. Maar het is ook weer 300-400 kilo zwaarder. En ja, dat was niet de auto die mij nou heel erg kon bekoren. Nou, Gurb, jouw dieptepunt? Dat zou jou misschien verbazen. Nou, als het maar niet een auto van mij is, dan zal het wel weer afgezeken worden. Nee. Maar er was één auto waar ik dit jaar heel erg naar uitgekeken heb. En ja? Die viel toch een beetje tegen. En dat was... Nou, daar ben ik heel benieuwd. De Cayman GT4 RS. Hè? Ja. Je hebt zelf een Cayman en al weken toen wij wisten dat we die auto gingen rijden. Nou, slecht slapen en oei, en vandaag is de dag. Ja. Maar wat viel er dan zo tegen? Het geluid kon niet tegenvallen. Nou ja, een van de dingen is dus wel dat geluid binnen. Wij zijn er natuurlijk, we hebben 8 uur met die auto gereden zoiets. We hebben echt een lange dag van gemaakt. Ja. Op een gegeven moment werd je er toch wel een beetje gewoon gek van. Het was echt wel herrie op een gegeven moment. De 3 heeft het veel minder. Daar klinkt hij gewoon echt mooi. En hier was het dat je echt zoiets had van, ja, je moet inderdaad een helm opzetten, dan valt het misschien nog wel mee. Dat je echt een beetje koppijn had aan het eind. Ja, het was een beetje zo'n monotoon geluid. En ik moet zeggen, als we dan, dat was altijd een beetje zo tussen de 3 en de 5000 toeren, dat je aan het einde van de dag had zoiets van, dat je maar of heel hard ging, of juist helemaal onder power ging rijden om die herrie maar niet te horen. In vergelijking met die GT3, ik vond die GT3 gewoon echt een betere auto. Ze waren even duur. En dit was dan de RS. Ja. Maar niet die dubbele wishbone, hij had niet de vierwielbesturing. Hij had beter gekund. Dan was hij waarschijnlijk sneller geweest dan die GT3. En dat is misschien een beetje no-no bij, bij dat Porsche. Mag niet, maar dat ding kost gewoon in Nederland 300.000 euro. Ja. En als je het een beetje spekt en zo. En ja, dat vind ik het gewoon... Never, nooit niet waar. Dan moet je echt 300.000 euro fuck you money hebben liggen. En denken, ah joh, boeit het. We kopen nog zo'n ding bij. Maar nee. Het is voor de rest niet heel erg hoog op mijn wishlist. Nee, dat had ik dus ook. En dat had ik wel verwacht eigenlijk. We beginnen een beetje met de tegenvallers. Video's. Als wij dan denken, wauw, we hebben nou een hele gaaf video. Althans, dat vinden wij gaaf. Voorbeeld, nou, ik denk dat wij allebei wel een hoogtepunt hebben gehad dit jaar. Dat we de LaFerrari van een van onze vaste kijkers en fans konden rijden. En flat out. En ja, dat vonden wij natuurlijk prachtig. Maar ja, die video heeft het redelijk gedaan. Maar niet dat je zegt van, nou, dat is nou een topper of zo. Dus je kunt niet altijd zeggen wat wij leuk vinden, dat ook door jullie wordt gewaardeerd. Wij hebben met een paar Land Rovers gereden. Dure Land Rovers waren dat. Ik geloof dat hij net de 10.000 heeft gehaald. En dat is voor ons wel echt gewoon KU-ruk, kutje, helemaal niks. Nee, maar ja, shit happens. Eén springt er wel echt uit. Omdat wij zijn met een oude van deze zomer met een oude Mercedes gaan rijden. Oh ja. Maar die helemaal onder handen is genomen door Megatronic uit Zuid-Duitsland. En Megatronic, ja, dat zijn wel echt wonderkids wat die met die auto's doen. Dus ja, ik ging daarheen met oud beestje en het onderstel zal wel een beetje aangepast zijn. Een resto mod zal wel. Wat die auto allemaal kon en wat daar mee gebeurd is. Wij hebben gewoon flat out. We kwamen geloof ik ook nog zo'n CLS 63 tegen. En die hielden we gewoon met twee vingers in de neus bij. 250 over de autobaan. Met zo'n oud gebakje uit 1968. De looks, gewoon hoe het eruit zag. Ik vond het wel fantastisch. En er springt mij er nog eentje te binnen. De Alfa Giulia GTA. En zijn grootste nadeel, en dat heeft mij een beetje van weerhouden, is dat ding gewoon achterlijk duur is. Ja, 230.000 euro zeg maar in Nederland. Maar goed, er zijn er maar 500 van gebouwd. Maar ik vond die auto echt gaaf. Ik wil niet zeggen dat ik er niks van verwacht had. Want hij ziet er natuurlijk wel bruut uit. Maar hij was boven verwachting. Leuk. Dat is toch wel een auto die hoog eindigt in al mijn polls dit jaar. De Alfa Giulia GTA M.
uiteraard de challenge, die eigenlijk nu eenmalig in juni plaatsvond. En eigenlijk vindt de challenge altijd begin september plaats. En ook komend jaar, dus in 2023, in de eerste week september. Ja, dat is altijd gaaf. We zijn natuurlijk landen als Montenegro waar je doorheen rijdt, Kroatië. Ik vond het wel leuk dat de challenge in juni was, want toen was ik jarig. Ja. Daar zijn, dat is een groot feest geworden bij je. Had ik eindelijk een keer mensen op zijn verjaardag die durven. Dat was ook wel eens een keer leuk. Ja. Normaal komt alleen je schoonmoeder. Ja, viel alles mee dit jaar. Dat was gaaf, maar ik zei het al eventjes aan het begin van het jaar. De Arctic die we gedaan hebben richting de Noordkaap. Ja, dit vind ik gaaf. En dat is eigenlijk wat ik vind. Een soort traditie die we erin moeten houden. Niet per se de Noordkaap. Maar dat we wel dus elk jaar de kou en de sneeuw moeten opzoeken met een auto. Dus ik stel voor GURP bij deze voor 23. Hoe we het gaan doen, weet ik nog niet. Maar wij gaan gewoon ergens in februari bevroren meren en sneeuw opzoeken. Ik weet ook nog niet met welke auto. Zullen we dat maar gewoon gaan doen? Goed idee, ik ga mee. Weet je wat ik ook een heel leuk tripje vond? Nou. Maar dat was vooral voor mij leuk. Dat was naar Parijs. Want dat was natuurlijk hartstikke zielig dat jij je rijbewijs kwijt was. Ja, oh ja, dat is ook nog gebeurd. Dat was voor mij hartstikke leuk. Want dan kon ik met G3 naar Parijs rijden. Ja, daar heb je wel van genoten, denk ik. Daar heb ik best wel van genoten, ja. Speaking of dieptepunten inderdaad van het jaar. Persoonlijk, mijn rijbewijs kwijt. Hè. Voor het eerst in mijn gehele carrière dat ik mijn rijbewijs heb. Sinds mijn 18e, dus dat is nogal eventjes. Dat is wel geteld al 33 jaar. Want ja, ik ben al 51. Ja, een keer een boetetje gehad. Maar nog gewoon nooit. En ik had die GT3. Het was mooi weer, raampje open en ik trek dat ding door naar 9000 toeren. En ik rijd langs een Volkswagen Passat. En ik ben meestal let ik wel even op die dingen, maar nu even niet. Het was ook door het geblindeerde ramen, was een tunnel, dus ik zag helemaal niks. En ik blaas met iets te hard, zullen we maar zeggen, langs die Passat, zo die tunnel uit. En ik zie hem komen en ik remde al en toen wist ik al, het is te laat. Hij komt langs me en hij gaat zo voor me en floep, daar komt dat schermpje naar beneden. En iets staat dan 50, dus ik moest hem ter plekke inleveren. Nou ja, kan gebeuren. We zijn nog steeds in afwachting van wat er nu gaat gebeuren eigenlijk. Dus het is best wel al een half jaar geleden. Maar ik heb nog niks gehoord. En in dit geval is geen nieuws goed nieuws. De best bekeken video's, ja jongens. We zijn deze video's nu een dikke 2,5 jaar, zeg maar april 2020 zijn we begonnen, hè? Midden in coronatijd, omdat we ons verveelden. Nou, nu zijn we natuurlijk wel echt door aan het pakken. We zijn ook aan het kijken van, moeten we meer video's gaan maken? Dus na 2 keer per week uploaden, dat soort dingen. Ja, tijd, weet je wel. Wij hebben ook nog gewoon een leven en een privéleven en dingen. Maar we doen het voor jullie, graag. Maar wij weten ook dat de best bekeken video's eigenlijk altijd is met mensen. Met de eigenaren van de soepkast. Want ja, anders zit je alleen maar in die kop van mij te kijken. En daar, ik kan me voorstellen dat je dat niet elk moment van de dag wil. Als er dus andere mensen zitten die iets vertellen over hun auto's, dan vinden mensen dat leuk. Nadeel is vaak dus inderdaad dat met het segment auto's die wij filmen, ja, dat niet de goedkoopste zijn. Dus dat niet iedereen in beeld wil. Die mensen zeggen, laat maar, het hoeft niet. Veiligheid, whatever. Anonimiteit, dat snap ik ook heel goed. De best bekeken video's, dat zijn dus video's waarin dure auto's aan bod komt en ja, de mensen te zien krijgen. Dan de top 3. Ja, op 3 de duurste Porsche die we ooit op Driver's Dream hebben gehad. Maar die denk ik ooit gebouwd is, al niet officieel de Porsche. De Singer, best wel echt een unieke auto. Een waanzinnig gave, mooi. Alles klopt aan die auto. En dan voor mij ook een van de hoogtepunten van het jaar, zeker. Dus de Singer DLS die wij reden. Een Porsche van 2 miljoen euro. Een video die tussen nu en de komende 2 weken de 100.000 views gaat aantikken op de koffie bij de McLaren Twins. Herman en zijn dames, waanzinnig goede ondernemer, maar bovenal een waanzinnig aardige man. Ik moet zeggen, die meiden, de hele familie, super hartelijk, down to earth. Maar het feit dat hij natuurlijk die Senna nu heeft gekocht, een auto van boven het miljoen, en die auto gewoon gebruikt, gewoon het hele jaar door in de winter, dat ding gewoon rijdt op de circuits, op de weg. Ja, dat is natuurlijk wel super. En zelfs toen wij er waren, heeft hij, en het was niet al te best weer, heeft hij gewoon die Senna er even uitgehaald. Toen zijn we even een stukje gaan rijden. Ja, en dan zie je dus, je kijkt even een blik achter de schermen bij zo'n eigenaar van zo'n supercar. Dat vinden jullie leuk. Want ja, dat brengt ons bij Tromgeroffel.
De best bekeken video van 2020. En überhaupt op Driver's Dream. Met afstand. Maar dan ook met afstand. Ja, Marcel, hè. Marcel Melis. En dan zie je dus wel de enige titel die dus niet over een auto gaat. Maar de man met het mooiste huis van het Gooi. Klik, 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 klik. Kijken bij de rijken. Dat is wat, wat mensen willen. En ik heb lang bij Quote gewerkt, dus ik weet dat. Dat vinden mensen leuk. Ja, het is een beetje een spagaat, weet je. We zijn in een autokanaal, maar je ziet wel als je een beetje meer de lifestyle kant op gaat, dat het breder wordt getrokken en dat er meer geklikt wordt. Dus misschien voor 2023 zullen we toch iets meer ook lifestyle-achtige video's moeten gaan maken. Waren er nog andere hoogtepunten dit jaar? Ik heb natuurlijk wel een bizar jaar achter de rug. In de zin van als je het over auto's hebt. Want 2022. Ik heb nog nooit in mijn leven 3 auto's in 1 jaar gekocht. En dit was dit jaar. Ik zei dat het begon met de Range Rover Sport. 3 maanden later in april kwam daarbij. Tromgeroffel. De Porsche 911. GT3 Touring. En ja, dat is nog steeds wel een hoogtepunt. Ik heb hem gekocht met 11.000, 12.000 kilometer erop. En ik heb er nu zo'n 5.000 kilometer op gezet. Ik ben ermee naar Schotland gegaan. Dat was toch wel echt een hoogtepuntje ermee. Nou, ik ben ermee naar Parijs geweest. Weliswaar op de bijrijdersstoel. Het is zo'n fijne auto waarin de communicatie van die auto, gewoon elk takje, elk steentje waar je over rijdt, de besturing zo direct en dan die handbak 9000 toeren. Ik kan niet gauw iets bedenken. Een auto die mij meer een grotere smile op mijn gezicht brengt en die zoveel lol per kilometer levert dan de GT3 Touring. Ja, er is nog een ander hoogtepunt, de derde auto. En daar zijn we nu onderweg naartoe, want daar zijn we bijna. Tadaa! Welkom! Welkom bij, daar staat hij dan. Ja, niet de Cars & Business bus, die staat er ook. Dit is de opslag van de Cars & Business. Hier staat mijn Peugeotje in de winterstalling. Ik heb hem eigenlijk 2 maanden geleden gewoon zo neergezet. En niet mee gedaan, dus ik ben heel benieuwd of die start. Zou wel gênant zijn, hè, als die nu gewoon de accu leeg is. Maar Sjoerd, jij zei natuurlijk net die GT3, dat is jouw absolute hoogtepunt. Maar volgens mij is dit stiekem jouw oogappel. Nee, om te rijden, de GT3 natuurlijk gaaf. Maar dat is wel erg, hè, dat ik als boomer dit eigenlijk gewoon het allerleukst vind. Youngtimers, ik ga wel gewoon steeds meer de kant op eigenlijk van de youngtimers. En het nieuwe, snelle, hybride, elektrische, 1000 pk, het gaat heel hard spul. Ja, ik bewonder het, ik vind het gaaf, maar ik vind het niet altijd even leuk. Dit vind ik uiteindelijk leuk en hier kijk ik verliefder naar dan de zoveelste 1000 pk SF90 Ferrari bladibladibla. Nou, ik heb jou nog nooit zo enthousiast gezien als we een auto gingen ophalen als bij deze twee nog. Ja. Nou, dat enthousiasme werd niet gedeeld, geloof ik. Jij denkt, wat moet je? Maar ja, ik vind het nog steeds gaaf. Maar ook de staat waarin hij verkeert en het rijden. Ik zei al, ja, in de winter heb je er niks aan, want met pekel en zout en dan kun je dat ding niet naar buiten doen, want dan staat er over een half jaar een weggerotte karkas. Dat schiet ook niet op. Maar zo'n oud Frans beestje waar ik uit mijn jeugd. Ik word er gewoon vrolijk van. Ik weet niet of ik het ooit heb verteld. Nou. Maar het is ook een auto uit mijn jeugd, hè? Jouw jeugd? Gurp, wij schelen een jaartje of 20. Ja, mijn opa die had zo'n 205, dus ik heb als kind... Geen GTI, hoor. Nee, geen GTI, maar ik heb als kind wel heel wat kilometers afgelegd in zo'n 205. En ik had meer zoiets van, dit is dus wat ik later niet wil hebben als ik... Ik heb nieuws voor je. Je mag gaan lopen. Maar start die! 2 maanden, een 30 jaar oud beestje. Hoppa! Niks aan het handje. Starten lopen, die peusjes. Kom, we gaan er een paar kilometer bij zetten. Welkom aan boord van mijn hoogste hoogtepunt van 2022. De 205 1.9 GTI. Het is even anders, hè? Hij is net wakker, dus we moeten even voorzichtig doen. Een beetje alles op temperatuur laten komen.
Die girl die wil meteen weer plankgas, driften. Handrem, bocht. Handrem, ja. Kijk, hier zit nog wel een oude, originele handrem aan. Maar dat is ook een beetje een ding, hè. Kijk, die girl die wil alleen maar dwars en driften. Ik wil het af en toe nog een klein beetje heel houden. Ik verwacht het niet. Maar we zitten wel een beetje te koekeloeren naar iets leuks om erbij te kopen. À la Driver's Dream, hè. Een dat... auto voor het kanaal. Nou, ik dacht, hij rijdt met het kanaal in, maar je bedoelt voor YouTube, ja. Ja. Nee, ik denk dat wij in 2023 een auto erbij gaan kopen voor ons kanaal. Dat moet een achterwiel aangedreven auto zijn. Daar zijn we het allebei over eens. Van mij moet die ook handgeschakeld zijn. Ik denk, gezien ons merk en ons voorkeuren, dat we dan toch ergens bij een BMW gaan uitkomen. Maar dat is niet origineel, vind ik. Maar je kunt ook naar iets heel, heel geks kijken. Je zegt, ik wil minimaal zoveel pk en achterwiel aandrijving en dit en dat. Waar kwamen we nou laatst uit? We hadden een hele mooie Cadillac CTS-V gevonden. CTS-V voor een heel zacht prijsje. Ja, voor een schappelijk prijsje. Ik geloof net iets meer dan 10.000 euro. Ja. Nog steeds veel geld, maar oké. Okay. Dat ding heeft gewoon 400... 400 pk handgeschakeld. Ja, meer nog, ja. Nou, niet stiekem nu allemaal die auto gaan kopen. Ja, daar staat maar één te koop. dadelijk zijn we hem kwijt. Ja, mijn eigen top 3 uiteindelijk van 2022. Even los van mijn eigen auto's, want er gaat natuurlijk niks boven een 205 1.9 GTI. Maar de top 3 auto's die ik gereden heb, er is niet echt een podium, vind ik, want ik vond ze allemaal even gaaf. Maar die Singer, ik zei het al, die Singer DLS, de afwerking van die auto, het niveau, maar goed, daar is de prijs ook na. Absurd, gaaf, leuk. De Alfa Giulia GTA M, een auto waar ik heel lang naar uitgekeken heb en die ik echt fantastisch vond en vind. Ook de looks. En ik vrees met grote vrezen de allerlaatste leuke Alfa die ooit is gebouwd. En vrij recent heb ik, nou ja, gereden wil ik het niet zeggen, want ik heb me er met 5 schoenlepels moeten in wrotten. En uiteindelijk zat ik achter het stuur van de Lancia Delta Integrale, die rally auto. En dat vond ik wel zo gaaf. Dat je gewoon vol die drempel eroverheen ging en woep. In 2023 mogen we terugkomen, dan is de Maturo is ook dan helemaal af. En dan kunnen we eigenlijk ook met wat meer auto's die meer afgesteld staan met de stoel, zeg maar, meer naar achter. Want in dit geval zat ik gewoon in een privéauto van een niet al te grote meneer. Het zat helemaal zo. Ja, ik kon niet eens schakelen, maar desondanks, ik vond het waanzinnig gaaf. Delen wij deze meningen? Of, ik had het opgeschreven. Ik zal eens even kijken. Kijk, hij is gewoon voorbereid, hè? Op nummer 1. Kan je hem raden of niet? Niet dus de Cayman GT4. Nee, ik kom er niet uit. Het was de LaFerrari. Dat was toch wel een enorm bijzonder moment. Hij is zo bescheiden gebleven, die jongen. Ja, het kost slechts 3 miljoen. Dus het was wel heel gaaf om een keer zo'n Ferrari hypercar, is toch wel de holy grail, om een keer een middagje mee op pad te gaan. Ja, ja. Dus maar dat was het voor mij ook wel. Maar, niet in de categorie enigszins bereikbaar. Tweede is ook in de categorie totaal niet bereikbaar, want die Singer had ik ook niet verwacht dat we die zouden gaan rijden dit jaar. Nee. Dus dat was ook een verrassing en dat viel ook niks tegen. Nee. En op nummer 3, misschien ben jij die wel vergeten, want die zit eigenlijk een beetje verstopt in een van de andere video's, is de F430 handgeschakeld. We hebben best wel veel auto's gereden en die vonden we allebei geweldig. Wij gingen eigenlijk voor de 599 GTB, hè? Ja. Wij waren bij de Ferrari Collettore en wij mochten in zijn 599 handgeschakeld. Nou, vond ik eigenlijk een beetje maar Range Rover die helpt nog minder over. Ja. Dus ik had zoiets van, En toen zei hij, ga nou rijden met die 430. Dat is een affabriek, origineel geleverde handbak. Er zijn er maar 200 stuks of zo van gebouwd. Dat ga je ook heel leuk vinden. En ik vind aan zich een Ferrari 430 niet zo mooi. Dus ik had zoiets van, leuk. Maar de lol en het rijden, ik vond hem echt gaaf. Die auto zo perfect.
Ja, dat zeg je heel goed. Het karakter van de auto past inderdaad, die handbak zeker. Klopt, die was een beetje bij mij ontschoten, maar zeker ook noemenswaardig, de F34 handbak. En dan rest ons alleen nog een bucketlist voor 23. We hebben hem nog niet gereden, maar die komt er zeker in 23 aan. De Ferrari 812 Competizione, 830 pk. Die Maturo, die zeg ik, ja, er zullen toch wel een paar hele gave resto-mods nog meer aankomen, denk ik. Ja. Ik denk ook nog wel een paar zeer bijzondere classics. En wij gaan natuurlijk nog op de koffie bij een paar hele bijzondere bedrijven. Ga ik nog niet verklappen, maar dat zien jullie vanzelf wel. Er komen nog heel veel leuke roadtrips. En ik hoop dat wij met Driver's Dream er nog zeker een paar gaan maken. Qua auto's zou ik zeggen... Ik probeer het al zolang Driver's Dream bestaat volgens mij, maar we moeten toch een keer die Carrera GT. We moeten iemand zo gek zien te krijgen om die... Paul, luister je? We hebben het tegen jou. De Carrera GT, die beloof ik, die gaan we dit jaar rijden in 2023. Promised. En dan wel, er bestaat maar één echte Carrera GT en dat is de Straight Pipe Carrera GT. Ja. In ieder geval, ik wil jullie kijkers bedanken voor al het kijken. Ik hoop dat jullie genoten hebben van onze video's en van onze presentaties. En ja, we staan nu 45.000 abonnees. Wij gaan gewoon volgend jaar dik over de 50.000. We gaan werken nu met partners, we gaan werken met sponsoren. Kortom, Driver's Dream moving up in the world. Want we gaan dit kanaal gewoon naar grote hoogte tillen. Doen jullie mee? Fijn jaar. Verslik je niet in je laatste oliebol. En een mooi jaar toegewenst. En later. Later. Ik vond het super om afgelopen zomer mee te werken aan een van de afleveringen Driver's Dream. En ik wil alle kijkers en abonnees een heel erg gezond en succesvol en vooral snel 2023 toewensen. Hallo beste kijkers van Driver's Dream. Wij zijn de McLaren Twins. Wij wensen jullie heel veel geluk en gezondheid. En een gelukkig 2023. Tot volgend jaar. Doei. Doei. Beste Sjoerd, beste Gurb. Vanuit het Autotop.nl hoofdkwartier wens ik jullie een fantastisch 2023. Ook voor Driver's Dream natuurlijk. Met name voor Driver's Dream. En dat we maar vele mooie auto's en exoten mogen rijden het komende jaar. En het liefst zo min mogelijk elektrificatie. Laten we dat nou eens even één jaartje overslaan. Fijn nieuwjaar.